Goedemiddag kijkers, welkom bij Auto Siro. We kunnen ons allemaal de tv-serie The A-Team herinneren. Wij keken het vroeger thuis ook. Frank werd altijd een beetje vergeleken met Murdoch. Inmiddels weten we dat Mr. Team met pensioen is, maar moest meekijken. Volgens mij is dit hem. Volkswagen Transporter, volledig ABT, af fabriek geleverd. Dit is de ultieme transporterbus. We hebben het nog nooit eerder gezien. We zijn al, ik denk een week bezig wat hij nou eigenlijk nieuw heeft gekost, maar niemand kan het ons eigenlijk vertellen. Alles wat je ziet is origineel Volkswagen, geen aftermarket onderdelen. Het ABT bumperpakket, de originele ABT wielen, de rode remklauwen, volledig privacyglas, alles is in de kleur meegespoten. En deze auto is zelfs nog niet bij de poetsen geweest. De voormalige eigenaar heeft hem zo bij ons ingeleverd. Echt van een liefhebber geweest. En uiteraard weer voor een liefhebber bestemd. Het is een 2 liter TDI 180 pk. Zoals de meesten weten hebben die wat manco's, maar die zijn allemaal al uitgevoerd. Die bus is gewoon in topconditie. We hebben hem laten controleren in de werkplaats. Helemaal goed. Dus hij is zoals hij eruit ziet. Het interieur geldt hetzelfde voor. Het is een 65 edition. Alles is met leder bekleed. En zoals je ziet, joh, die bus heeft 2 ton gereden. Maar het leer is gewoon echt in nieuw staat. Je hebt ze ook de 65 editie. De logo is gewoon erin. Hij heeft het lederen stuurwiel, de DSG automaat. Hij heeft een automatisch dimmende binnenspiegel. Als we eventjes naar boven kijken, dan zien we de standkachel. Origineel Volkswagen. Met de afstandsbediening. Dat zal ik zo ook nog eventjes laten zien. Zie je hier. Cruise control zit erop. Stoelverwarming. Multifunctioneel stuurwiel. Hij is echt van alle gemakken voorzien. Ja, en als je in zo'n bus rijdt, je zit er lekker hoog in. Je rijdt er zo mee naar Zuid-Frankrijk. Mits je de bijtelling betaalt, uiteraard. Dan. Elektrische schuifdeuren, de dubbelcabine, 2 stuks, daar gaat hij, aan de andere kant ook. Ja, dat is toch super. Ook hier weer allemaal perfecte conditie, ook weer het 65 logo. We hebben dit echt nog nooit eerder gezien. Mijn vader zelfs niet en die doet dit al 30 jaar. Achterkant, ook heel erg gaaf. De ABT uitlaat, 4 stuks maar liefst, het is net een raket. Voorzien van de trekhaak, uiteraard makkelijk. Mooi de donkere achterlichten. De originele ABT achterspoiler. Dan de laadruimte. Uiteraard met de vloer. Hij is betimmerd, tussenschot. En we hebben het voor de aardigheid nog eventjes het tapijtje erin laten liggen. Want dat had manier erin liggen. Dus dat zegt wel wat over de eigenaar. Hoe die er ook mee om is gesprongen. De achteruitrijcamera. Is natuurlijk makkelijk, hè? Want zo'n goed overzicht heb je dan niet met de bus. De bus is volledig schadevrij. Perfecte staat van onderhoud en dit vond ik nog wel grappig. Nou, grappig is het niet, maar hij heeft dus met ongeveer 146.000 kilometer, heeft die bus 37.500 euro is er afgerekend. En hij heeft nu 2 ton gereden. De prijs wat wij ervoor vragen, ja, dat is die, denk ik, met 3 ton misschien ook nog wel waard. Mits die echt in zo'n staat blijft zoals die nu is. We hebben 1 klein deukje in het bestuurskwartier gevonden, die gaan we er uiteraard uithalen. Ja, dan koop je echt iets heel unieks. Gedocumenteerd, goede conditie, alles is origineel. Dus ja, fantastisch mooie bus. Ben je enthousiast en zou je eens een proefrit willen komen maken? Volgens mij komt de eerste potentiële klant al binnen. Dan ben je van harte welkom. Maak even je bezoek kenbaar, kunnen wij de bus voor je reserveren. En dan ben je welkom om het eens te proberen en zelf te ervaren. Dit ga je denk ik nergens vinden. Bedankt voor het kijken. Hoi! Hoi!